Goedemorgen, goedemorgen lieve mensen. Ik ga vandaag iets lekkers maken. Iets heilzaams. Ook even iets anders, want normaal zijn jullie gewend dat ik lekker ga koken. Ik ga een heilzaam drankje maken. Een warm drankje. Maar daarvoor ga ik eerst even wat boodschappen halen. Tot straks in de kitchen. Ja, ik check dit. Wat is dit? Perse kurkuma. Echt super heilzaam. En ik ga er ook iets heel erg lekkers van maken. Dat heilzame drankje, ja, wat is dat nu? Golden milk. Komt uit India. En de heilzaamheid zit hem echt in de geelwortel. De verse geelwortel, de kurkuma, zo noemen we het ook wel. Er zit ook gember in en andere ingrediënten. Maar dat is hem. En dat gaat je helpen om weer krachtiger te worden. Nou, de kokosolie gaat erin. Je ziet nu dat het een vaste substantie heeft, maar dat gaat zo meteen smelten. Sterrenijs. We doen alvast de zwarte peper ook lekker erbij. En wat gekneusde kardemom. Zo, hoeft helemaal niet kapot gekneusd te worden. Je laat dit geheel op middelhoog vuur even pruttelen. Een minuutje is voldoende, want dan gaan die smaken ook weer eventjes intrekken in die lekkere kokosolie. Dan gaat de amandelmelk erbij. Kijk eens. Ik heb biologische gember. Schil heb ik er gewoon aangelaten, want daar zit ook smaak in. Ik ben nu de kurkuma, oftewel de geelwortel, aan het raspen. Pas wel op, hè, want kijk, je ziet het al, je hebt een klein beetje gele handen. Het kan ook vlekken in je kleren veroorzaken die er moeilijk uitgaan, dus pas op. Nou, dit is geraspt, gaat hierbij en natuurlijk niet te vergeten, kaneelstokje. Geheel laat je 5 à 6 minuten lekker pruttelen. De smaken zijn lekker ingetrokken. Dan gaan we nu even zeven. Dan doen we het weer terug in de pan. En dan gaan we hem op smaak brengen met wat honing. En dat kaneelstokje en de sterrenijs wel bewaren. Ik heb hier al de honing. Een dessertlepel is dit. Daar doe ik eentje van. Dat vind ik meer dan genoeg. Maar zelf even checken hoeveel smaak je eraan toe wilt voegen. Qua suikergehalte. De golden milk is ready. Nou, je ziet dus nu wel waarom het eigenlijk golden milk heet. Het een beetje dat gelige, dat gauwige. Dat schenken we in deze mooie potski. Zo. Als decoratie. Ah ja, even dat kaneelstokje lekker erin. Sterrenijs. Je kan het ook dus afmaken met een beetje cacaopoeder. Het is best wel lekker. Kijk. En misschien eventueel nog wat kurkuma poeder. Puur voor deco. That's it. Dit mag er lekker bij. Als je even wilt roeren. En dan zeg ik. Golden Trust. Healthy Skelty. Later.